Het programma 5 tegen 5 keert na ruim 5 jaar afwezigheid terug op televisie. SBS 6 stopt de quiz af met Gordon als presentator, zo maakte de presentator zelf bekend in zijn nieuwe podcast Gordon Diablo. Een woordvoerder van Topa bevestigt de terugkeer desgevraagd. Tekst gaat verder onder advertentie. Gordon vertelde in de eerste aflevering van Gordon Diablo onder meer over zijn tv-plannen. De presentator staat nog voor 3 jaar onder contract bij Topa, maar zit, creatief gezien, wel een klein beetje op een doodspoor, zei hij. Ik ga nu wel 2 nieuwe quizzen presenteren, waarvan 1 5 tegen 5 is. Nou ja, dat heb ik 10 jaar geleden al een keer gedaan. Dus daar ga ik ook geen televisiering mee winnen, aldus Gordon. De presentator hoopt ook dat hij maatschappelijke programma's als 100 jaar jong kan blijven maken. Gordon is onder meer in gesprek om een internationale versie te maken. Het idee is om de oudste mensen ter wereld te bezoeken. Dat zou echt geweldig zijn. Willem Ruis 5 tegen 5 was in 1983 voor het eerst op de Nederlandse televisie te zien, toen gepresenteerd door Willem Ruis. Door de jaren heen waren naast Gordon ook Peter Jan Rens, Winston Gerstanoïts en Ruben Nicolai gastheer van de spelshow. Nicolai was in 2015 de laatste die het programma presenteerde voor RTL. Wanneer de eerste uitzending van het nieuwe 5 tegen 5 op tv is, is nog niet bekend. We maken op een later moment meer bekend over de inhoud van het programma in de startdatum, aldus de Talpa-woordvoerder. Buzzelets Blok ADS.